voel het ook gewoon heel de tijd trekken. Zo. Niet te laag, anders zien we te veel. Hartroze is fout. Rood nog fout. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Wat ga je doen vandaag? Het is zover, het is dag 9. En ik kreeg vanmorgen, wederom, echt gewoon, ik had mijn ogen nog niet open en pling, Estee World. Kreeg een WhatsAppje met, nou het is dag 9, superleuk. Het is tijd om te gaan weken. De korstjes mogen er af. Sterker nog, ze moeten eraf. Want als ze blijven zitten, dan kan er vel onder gaan zitten en dan kan het gaan ontsteken. Dat willen we niet. Dat is niet oké. Okay. Nou, er stond helemaal uitleg van je moet eerst een half uurtje, 20 minuten, een half uurtje weken met lauw water. Warm mag namelijk nog een maand niet. En dan heb ik hier de Q-Gen Procapil zit erin. Die moet ik dan opdoen, in laten weken voor een minuut of 10. En dan afspoelen. Heb ik dan nog korstjes, dan mag ik het morgen weer herhalen. Komen er haartjes mee? Dat maakt niet uit, want die gaan sowieso uitvallen omdat ze zuurstoftekort hebben gehad. En dan duurt het ongeveer een maand of 3-4 ja, voordat het haarzakje echt een eerste haar gaat produceren. Ja. Dus ik ben echt heel erg blij, want die jeuk gaat, is dan ook gelijk weg. Dan zou ik de rest van je haar ook gewoon weer afscheren. Een beetje of korter maken als de rest eruit valt. Dat het ja, als het ja, als het uit gaat vallen misschien wel inderdaad. Ja. Het ziet er echt lelijk uit gewoon, hè? Ik voel het ook gewoon heel de tijd trekken, zo. Maar dit hierachter ziet er al heel rustig uit waar ze het vandaan hebben gehaald. Ja, dus het is nu echt waar ze het hebben geplaatst. Ja. Nou, let's go. Hier heb ik zo zin in. Hier en iets verder. Oh, gewoon anderhalve week geen water op mijn hoofd gehad. Dat is raar. Niet te laag, anders zien we te veel. Is er al wat vanaf? Nee. Auw. Echt? Ja, een prikje. Echt een man weer, hè? Well, ik zei toch heel stoer, auw. Nou, meneer. Het is een half uur de zon. Misschien een beetje veel. Je denkt al dat je een afro hebt. Ja, inderdaad, zijn we al. Wow. Je beslaat een beetje. Dat is wel een mooi effect. En moet je dit dan laten inweken even? Wegs aan, wegs af. Ja, misschien moet je even op het. Ik doe gewoon 10 minuten weken. Ik was 10 minuten geweekt. Dat had eigenlijk 3 moeten zijn. Dus dat. Dat is goed geweest. Ik ga het een beetje met een handdoekje een beetje afspoelen. Zo, dat is echt wel een verschil. Zo. Ja? Ja, dat is echt wel een verschil. Het is bijna helemaal eraf. Serieus? Ja. Oh. Wauw, poepie. Korstvrij. Wauw. Het is gewoon echt. Ja, volgens mij alles eraf. En nu zie je al ja, de haartjes die dadelijk natuurlijk weer gaan uitvallen. Maar je ziet wel nu al de potentie. Ja, lijmo. Dit is echt mooi. Ja, het is echt mooi. Je hebt echt. Goedemorgen. Het is zaterdag. En ik heb sinds gisteren gemerkt dat ik een beetje last heb van pijn in mijn hand. Van die steken, een beetje bij mijn gewrichten. Die komen dan zo op. Dus ja, ik weet nou niet zo goed of dat dan eventueel bij die overgangsklachten hoort. Of bij de nieuwe chemo. Want eigenlijk hadden ze gezegd dat daar meer doofheid en tintelingen in de vingers bij hoorden. Ze hadden me ook al gezegd dat mijn nagels wat brozer zouden worden. Dus de verpleegkundige had aangeraden om wat nagellak te gaan gebruiken, nagelverharder. En, maar mijn voeten die zien er ook niet meer al te best uit. Althans, voor mijn doen. Want normaal gesproken had ik niet echt heel erg last van... Wat is het, man? Is dit eelt? Ja, dat is eelt en droogheid. Eelt en droogheid.
Maar nu is het wel zo dat ik eigenlijk... Nou, ik kan me niet meer herinneren wanneer ik schoenen aan heb gehad. Ik heb alleen nog op slippers gelopen, dus misschien komt het ook daar. Ja, absoluut. Bijna zeker. Bijna zeker, oh. Want de randen van een slipper, daar schuif je met je hiel heen en weer. Ja. En daardoor maak je eelt aan wrijving en druk. En dat, ja, dat wordt dus uitgebreid gedaan op het moment dat je slippers aan hebt. En waarom is dat dan minder met schoenen? Omdat je huid niet heen en weer gaat, dan staat je heel vast in een schoen. Ja. En dan blijft hij gewoon stilstaan en dan is het alleen maar druk, maar geen wrijving. En als je dan geen sokken aan hebt, of wel sokken, maakt dat nog verschil? Dat maakt niet uit. Oh. Sokken zijn alleen maar prettig om eventueel vocht op te vangen. Anders gaat het vocht van je voeten in de schoen zitten. Ah. Dat is vaak een onaangenaam geurtje. Ja. En een paar sokken kun je wassen. Ja, dat is waar. Nou, heb ik dus het geluk dat mijn moeder pedicure is en nog steeds haar kamertje wel heeft. Dus ik heb de luxe dat ze mijn voetjes wil doen. En zoals je ook ziet, ik heb een paar honden die wel eens tegen me opspringen. Maar dat blijkt dus ook allemaal wat meer in mijn been staan. Maar ja, wat doe je eraan? Laat het verzorgen. In plaats van kijk wat vaker in de spiegel van de kapper, wat nu niet zo nodig is. Is het misschien handig om gewoon wat vaker je voeten en je handen te laten behandelen. Ja, dat is waar. Desinfecteer mij altijd. Zo, maar het is wel een tijdje geleden dat de nagels gedaan zijn, hè? Ja, maar een uitgroei, hè? Een uitgroei van de nagellak. Haal ik even met een heel klein scalpelmesje haal ik de overtollige eelt weg. Nooit altijd alles natuurlijk, want dan heb je pijn bij het lopen in plaats van dat je er plezier van hebt. Zacht roze riep ik altijd. Hard roze is fout. Rood nog fout. Nou, je rand van je eelt is wat ik weg kan snijden al gebeurd. Mooi. En dan hangt het alleen nog maar van de afwerking af. Dus daar komen we wel mee. Het is nu al een heel verschil als we dan kijken naar mijn andere voet die dus nog niet gedaan is. Dat het, Kom je terug? Kom je terug. Want we moeten hem nog afwerken, hè? Nog extra feilen eigenlijk. Dus dat is één voet. En dat doen we met de machine. Maar goed dat ik dit kamertje heb aangehouden, hè, zo dan. Nou. Dit is het veilen. De laatste flubbertjes eelt kunnen dan mooi weggeveild worden. Dan wordt het heel mooi glad. En wat nou als je hele gele nagels hebt? Dat ligt er een beetje aan. En bij de voeten, en het is geel, dan kunnen verschillende dingen zijn. Het kan zijn dat je nagellak gebruikt. Liefst rood natuurlijk bij voeten. Die dan geen onderlak hebben gehad. Dus dan dringt gewoon een beetje de kleurstof in de nagel, want die is poreus. En dan hou je dus, als je de nagellak eraf haalt, een beetje gelige gloed erin. Dus de remedie spreekt voor zich. Eigenlijk van tevoren eerst een onderlakje doen en dan heb je daar geen problemen van. Ander geel zou ook nog wel eens kunnen zijn, een beetje groen, een beetje bruin. Dat is bijna altijd een schimmelinfectie. En een schimmelinfectie, ja, 90% van de Nederlandse bevolking heeft dat. Je kunt het heel makkelijk oplopen van een ander, maar je moet er natuurlijk wel even gevoelig voor zijn. Want we lopen ons hele leven tussen de schimmels en de bacteriën en de foute beestjes, zullen we maar even zeggen. En dan hebben we helemaal niks. Nee. Dit is iets wat ik zelf heb uitgevonden ook weer. Alle flubbeltjes en zo kunnen er dan lekker afgehaald worden. En op een of andere manier vonden mijn klanten dit altijd heel erg prettig. Ja. En het is handig dat je gewoon je hand erin kan doen, dus dan heb je veel meer houvast. Precies, die kleine doekjes die je ook wel bij baby's ziet, dat moet je vasthouden, dat zit niet fijn. En hier, nou, ziet het er al heel goed uit, hè? Zeker. En dan zijn we er nog niet eens. De voetcreme die we opbrengen, ja, die maakt de huid mooi, die voedt de huid een klein beetje. En hij is uiteraard, omdat het een voetcreme is, ook met desinfectants. Nou, eigenlijk is deze klaar. Nagellakjes zijn eigenlijk niet zozeer mijn ding. Ik ben natuurlijk heel erg medisch gericht, normaal gesproken. Maar omdat je mijn kind bent, wil ik er nog wel eens een lakje op zetten. Ja. Dat is al heel lang geleden, als we dadelijk even de voeten vergelijken. Nou, ik voel nog geen echte doofheid in mijn voeten, gelukkig. Kijk. Maar ja, het is pas de eerste kuur natuurlijk. Maar laten we hopen dat het zo blijft. Mijn rechtervoet lijkt er gewoon een stuk rooier mee. Maar dat komt omdat hij verder naar beneden heeft gelegen. Oh. Dus als je dadelijk de voeten op gelijke hoogte hebt liggen, dan is dat weer gelijk getrokken. Oh.
Nou, het is wel duidelijk welke voet gedaan is. Mag ik wel roken? Dan leg ik ze even naast elkaar. Ja, ook vooral hier, hè? Hier is ja. Het. Echt droog en open gespleten. Ja. En ik mocht niet trekken, hè, man? Als je dat doet, nou. Dan doe ik je weer net als vroeger kleine wandjes aan, zodat je nergens aan kan zitten. Uiteraard deze gedaan. En je ziet eigenlijk al die andere voet, andere kant. Dus inderdaad, vooral bij die hielen. Zo, twee voetjes zijn klaar. Nu nog een mooi lakkie. Yeah. Nou, we hadden het er net al over dat mijn nagels een beetje brozer worden, maar er zijn dus ook van die streepjes ontstaan. Onderaan op mijn vingernagel zit dus een streepje en dat noemen ze maze lines. En dat is vaak, heeft dat met vergiftiging te maken, maar dus ook kan het ontstaan door chemotherapie. Nou, dus die kunnen we ook weer van de checklist afvinken. Ga je zingen? Ja. Oké. Gezellig. Oh, heb je gemorst? Mama. Ja. Dat is jouw toeter. Hoe je op mama schoot? Ja. Oké. Ja, dan mag. Kijk uit, voorzichtig. Ah. Wie is mijn liefste? Jij bent mijn liefste, hè? Ik hou van jou. Hey, mama. Ja? Mama, pas, hè? Wat zeg je? Hallo. Ah. Het is de 23ste vandaag. Het is maandag. En ik heb gisteravond even een mailtje gestuurd naar het ziekenhuis, naar de verpleegkundige, over de klachtjes die ik nu heb. Namelijk... pijnscheuten in mijn gewrichten en in mijn botten. En vanochtend werd ik wakker met de uitslag op mijn benen. Ook altijd fijn. Kom eens hier, zal ik deze tas even wegleggen? Dat is goed. Dus daar ben ik over gebeld. En dat schijnt toch wel te horen bij de chemo die ik heb gehad. En aan de ene kant klinkt het misschien een beetje gek, maar daar ben ik wel blij mee. Want als het goed is, gaat het ook weer weg. Het zijn niet die hele dove gevoelen en tintelingen en zo. Dus dat zou inhouden dat het, als het goed is, ook wel weer weggaat. Want als het bij de overgang klachten hoort, dan ben ik natuurlijk wel een beetje de piep. Want dat gaat nog wel lang blijven. En nu zijn we lekker onderweg naar Losch in het Zuiderpark. Volgens mij hebben we de vorige keer ook even gefilmd, hè? Voor de lunch. Volgens mij hebben we vooral foto's gemaakt. Oh ja, foto's gemaakt. Ja, want we waren heel spontaan. Waren we daar gewoon even naar binnen gelopen. Echt in ons zwerversoutfit. Ja, echt in ons joggingskloffie en zo. Terwijl het echt best wel een mooie tent is. Ik kwam binnen en toen stuurden ze me weg dat ik niet langs de tafels mocht gaan. Ik zei alleen maar kom eten. Ja, dus nou ja, goed. We hebben ons nu wel een beetje degelijk aangekleed. En gaan we even kijken of ze een plekje hebben. Dan gaan we lekker wat eten. Pak maar je beker. Ja, dan is het. Proost. 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 Is het lekker, Jesse? Kijk. Dat is pas het vorige recht, joh. Chap, lekker weg, hè? En lekker een granade. Zo, is het lekker? Of is het heerlijk? Kom, papa. Kanaaltje proeven? Lekker, hè? Ja, ik ben blij dat ze al gevuld zijn. Is het in mijn neus? Nee. Ja, hè? Is je oor aan het krabben? Oké. Ik moet het niet.
Maar je blijft wel doorgaan. Ja, vooruit. Je weet het niet. Is het nou vies of is het nou lekker? Het hoofdgerecht. Jesse, ja? Hebben we wel ijscream besteld? Ja, van papa. Vraag maar even waar de ijscream blijft dan. Yes! Mama, van mama komt er ook. Ja, van mama komt er aan, liefie. Lekker? Wat zeggen? Gefrituurde engelenhaar of gebakken met mozzarella en pistas. Mozzarella en pistas, was het ook nog ijs. Lekker. Oh, dat ziet er goed uit. Ja, red is wel echt red ook. Hè? Oh, mooi. Lekker. Goedemorgen. We zijn alweer op de dag van de nieuwe chemo. En ik heb afgelopen dagen wel een uitslag gekregen op mijn benen. Echt flinke rode bulten. En het jeukt. Beetje zonneallergie zonder dat je in de zon hebt gezeten. Nou ja, dat dus. Dus ja, dat is wel iets wat ik ga navragen. Het zit ook onder mijn voet en ook op mijn bil. En ja, ik heb natuurlijk al anti-allergie medicijnen gekregen in het infuus, bij het infuus. En eigenlijk begreep ik dat als je een allergische reactie kreeg, dat het eigenlijk op dat moment zelf gebeurt. Of misschien een paar uur later. Maar nu gebeurt het echt een paar dagen later. Dus het, ja. Maar ik vind het niet iets wat met een droge huid te maken heeft, heb ik het idee. Nee, het is echt een irritatie. Ja, het ziet er echt uit als een allergie, vind ik. Dus nou, dat ga ik in ieder geval vragen. Dus dat horen jullie in de volgende vlog. Verder heb ik iets heel gaafs gedaan gisteren. Ik mag er alleen nog helemaal niks over zeggen. Het is echt vervelend. Dus, ja. Kan je ook niet zeggen dat... Dan kan ik niet even zeggen dat... Maar kun je wel... Kun je wel misschien wel zeggen, zeggen dat... Nee, ook niet. Nou, het was in ieder geval heel gaaf. Het heeft met dit te maken. Heel trots op jou. En binnenkort. Nou, binnenkort gaan jullie het waarschijnlijk zien. Voor een maandje 1 of 2. Ja. Dus dan hoop ik er meer over te kunnen vertellen. Dus dat was heel cool. Ik had ook een hele goede dag gelukkig. Dus dat is ook wel heel fijn. Ja. Ja. En verder? Nou ja, verder ben ik vandaag 2 weken geleden geopereerd. Ja. En ik vroeg me dus af, ik moet nog even vragen aan, aan Joran. Of Jorren. Ik zeg altijd Joran, maar is het Jorren? Jorren. Of het mogelijk is dat gewoon die haartjes niet uitvallen. Want ik ben nu al 2 weken. Ja. En ik heb niet het idee dat er al haartjes uitgevallen zijn. Nee, het ziet er gewoon echt heel goed uit en blijft maar groeien. Ja. Ja, dat is ook spannend. Gaan jullie ook nog horen? En ook wel heel erg leuk dat door de video die we gemaakt hebben, echt al 3, 4 mensen zoiets hadden van, hé, dat ga ik ook doen. En er was er eentje die toevallig zei, dankjewel, nu weet ik wat me te wachten staat. Toen zei ik, oh, heb je al kliniek gekozen? Ja, dezelfde als die van jou. Toevallig. Kijk, nou, dat is mooi. Daar doen we het voor. Hè? Ja. Nou, super. We gaan, ik denk dat dit alweer een vrij lange vlog is geworden. Maar hopelijk wel weer een leuke en informatief. En ja, dus vond je het een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten als je een melding wil krijgen. Ja. En nogmaals weer heel erg bedankt voor jullie support. En we kijken uit naar jullie reacties. Ciao!